eerste echte wedstrijd. Ik ben best wel zenuwachtig. Je gaat het hartstikke goed doen, echt waar. Ja. Kom op, Jesper, ja! Alles geven, kom op! Heel goed! Go, go, go! Ik had echt nooit gedacht dat ik mijn eerste wedstrijd meteen zou winnen. Iedereen klapte en juichte. Ik voelde me echt een kampioen. De winnaar! Ouders waren zo trots. Ja, zo goed gedaan. Het was kijk, zo... dit is die medaille. Vet, hè? Dit zijn allemaal prijzen. Deze is van het winterkampioenschap. 50 meter vrije slag. Dit was een hele leuke competitie. En dit was mijn allereerste. Mijn coach zegt dat als ik me hard genoeg mijn best doe, ik over een paar jaar naar de Olympische Spelen kan. Er kwamen elke wedstrijd wel coaches kijken. Het is nu denk ik een half jaar geleden dat Thomas op mijn ouders afstapte na een wedstrijd. Hallo. Remcoach. Moeder van jou. Als ik met hem zou gaan trainen, dan kon ik echt ver komen. Hij heeft vroeger zelf ook heel veel wedstrijden gezwommen. Mijn vader kende hem nog wel, vanuit het dorp. Thomas zegt dat er een speciale school is voor jonge topsporters. En dat ik daar misschien wel naartoe kan, als ik ouder ben. Thomas is alleen best wel streng. Ik moet dus goed naar hem luisteren, want alleen dan kan ik beter worden. Move your curve and your stride. Ik moet vroeg naar bed en genoeg groente en fruit eten. Maar er zijn ook andere dingen die hij wil dat ik doe. Kom op. Oh, kom op, jongen. Ik had iets moeten doen. Toen hij bij me in de kleedkamer kwam. De training was afgelopen. En ik was me aan het afdrogen. Omdat er verder niemand in het zwembad was, doe ik de deur nooit op slot. Ik schaamde me rot dat hij me bloot zag. En hij zei dat ik me nergens hoefde te schamen. Hij zei dat hij me wel zou helpen met afdrogen. Omdat het belangrijk was dat ik goed droog naar huis ging. Zodat ik geen kou zou vatten. Hij droogde mijn hele lijf af. Ook mijn billen en mijn piemel. Ik vond het maar raar. Een beetje vies. Maar ik kreeg wel een stijve. Thomas zag dat en zei dat ik het dus fijn vond. Maar ik vond het helemaal niet fijn. Ik had iets moeten doen, iets zeggen, maar het leek alsof ik van steen was. Ik stond dan maar, te staren, naar die tegels. Ik ben thuis nog een keer gaan douchen. Ik kom net terug van de training. Ik
moet wel blijven gaan. Want anders kom ik nooit op de Olympische Spelen. Ik doe nu wel elke keer de deur van de kleedkamer op slot. Dat werkte heel even. Maar al snel kwam hij bij me onder de douche staan. Om water te besparen, zegt hij. Maar samen staan we veel langer onder de douche dan ik en mijn eentje. Soms, als ik mijn ogen dicht doe, zie ik die tegels voor me. En ruik ik het zwembadwater. En zie ik Thomas voor me. Ik had moeten zeggen dat ik het niet wilde. Waarom heb ik dat niet gedaan? Er trainen nog meer jongens bij Thomas. Met degene die het uurtje voor me zit, klets ik wel eens. Hij is heel aardig. Maar gisteren was hij er ineens niet. Hij is naar een andere coach gegaan. Ik zit er heet het aan te denken. Dat ik ook naar een andere coach zou kunnen gaan. Maar dan zou ik aan mijn ouders moeten vertellen waarom ik niet meer bij Thomas zou willen trainen. Wat moet ik dan zeggen? Ik weet wel dat het niet oké is. En dat ik nee had moeten zeggen. Maar ik heb ook dingen bij hem gedaan. Ik wil niet dat mijn ouders dat weten. Dus ik kan het echt nooit zeggen. Ik moet eigenlijk zo gaan trainen. Maar ik wil helemaal niet. Is die... Ja. Zou het over Thomas gaan? Ik wil dat het stopt, maar straks zeggen ze dat ik had moeten zeggen dat ik het niet wilde. Of dat ik laf ben. Misschien gaat het wel helemaal niet over Thomas. Misschien is ze wel gewoon ingebroken bij de buren en willen ze weten of mijn ouders iets hebben gezien. Maar als ze het vragen, dan zeg ik gewoon dat er niks is gebeurd. Zij waren er toch niet bij. Lieverd, kom je even mee naar de woonkamer? Jesper, weet je waarom ik hier ben? Thomas, ik was best geschrokken toen er werd aangeklopt. En het de politie was. Mijn vader was vooral boos. Niet zozeer op mij, maar op Thomas. En mijn moeder was aan het huilen. Ik ben daarna nog een keer naar het politiebureau gegaan. Om alles heel uitgebreid te vertellen. Ik vond dat best moeilijk. Alleen de agent zei dat ik het heel duidelijk had uitgelegd. Hé, het is voorbij. Thomas is nu opgepakt. En het heeft zelfs in de krant gestaan. Er hebben meerdere jongens aangifte tegen hem gedaan. En nu gaat hij naar de gevangenis. Ik praat nu ook met iemand die meerdere jongens helpt die dit hebben meegemaakt. Hij zei dat het normaal was dat ik het stijve kreeg. En dat ik het ook kan krijgen als ik gespannen of bang ben. En dat het niet per se iets met seks te maken hoeft te hebben. Ik was daar best opgelucht over. Want ik was daar nogal onzeker mee.
ben blij dat het nu allemaal achter de rug is. En ik weet zeker dat ik ook zonder Thomas naar de Olympische Spelen kan. Naar opa en oma. En ik ga straks skaten met opa. En wat gaan we eten vanavond? Pannenkoeken.